Men ziet in Schoonrewoord nog meer oude, sfeervolle panden die herinneringen aan de goede oude tijd oproepen. Dat vleugje nostalgie maakt het dan ook extra aangenaam om in Schoonrewoord te wonen. Hier ligt de Linge er rustig en vrijwel rimpeloos bij. En zo weerkaatst het liefelijke spiegelbeeld van een bosrijke groene omgeving. In alle mogelijke kleurnuances is het groen dat de omgeving in een ware oase omtovert. Zoals we hier zien hebben sommige dijkdoorbraken uit het verleden iets moois nagelaten voor de natuurliefhebber. De kolken, hier vaak wielen genoemd. Deze diepe ronde plassen achter de dijk, uitgesleten door het water, zijn nu schitterende natuurgebiedjes. Ook Kedichum heeft zijn eigen kerkgebouw. Het markante pand met zijn fraaie boogramen, gelegen aan de gelijknamige kerkstraat, heeft mede bijgedragen aan het behoud van de eigen identiteit van deze kern. We gaan vervolgens op weg naar de gemeente Geldermalsen. Onze route begint oostelijk in Meteren. Deze kern ligt in het zuiden tegen Geldermalsen gevlijd. Meteren breidt zich momenteel sterk uit. Zo'n groeiend en zelfbewust dorp heeft natuurlijk ook een eigen kerkgebouw. De Nederlands Hervormde Kerk is gevestigd in het fraaie witte gebouw dat de elegante naam De Rank draagt. Geldermalsen is de grootste kern met zo'n 10.000 inwoners en vormt het centrum van de fruitcultuur in de Betuwe. In de heemtuin langs de Linge zijn prachtige wandelpaden aangelegd. De frisse lucht en stilte creëren een vredig, rustgevend landschap, uitermate aangenaam voor de oprechte natuurliefhebber. Aan de Linge ligt tevens de jachthaven van Geldermalsen. De drukke, bontgekleurde haven vormt zeker een contrast met de stilte in de heemtuin, maar past toch perfect bij Geldermalsen als moderne, levendige plaats. Een plaats die zo veelzijdig is, heeft natuurlijk ook aandacht voor cultuur. Aan de Rijksstraatweg vinden we bijvoorbeeld beltmolen De Bouwing uit 1848. Men kan de molen op zaterdagen tussen 10 en 4 uur bezoeken. Aan de Linge vinden we verscholen in het groen een pittoreske watermolen. Fraai gelegen te midden van uitbundige bloesembomen en met zijn charmante kozijnen en bloemenweelden rondom, zou deze molen beslist niet misstaan in een sprookje. Voor zowel mens als dier biedt de Linge een aantrekkelijke thuishaven. Alles is hier dan ook in evenwicht met elkaar en met de natuur. Deze onderlinge harmonie is het juist die het plaatje zo aantrekkelijk maakt. De Lingedijk biedt aan alle kanten een boeiend schouwspel en een grote trekpleister. Aan de ene kant de bootjes zacht deinend op het water, en aan de andere kant de uitgestrekte bosrijke weilanden. Voor elk wat wils dus. Aan de rand van Buurmalsen ligt aan de Groeneweg het dorpshuis. De naam Ons Eigen Gebouw benadrukt de eigen identiteit van het dorp. De Burense dijk volgt de Linge richting Buren, zoals de naam al zegt. Intussen valt er volop te genieten van de weidse panorama's en idyllische plekjes die zo in een fotoboek kunnen worden opgenomen. De natuur vereeuwigt in al zijn schoonheid. Ten noordwesten van Geldermalsen ligt Tricht, aan de overkant van de Linge. Ook Tricht heeft een eigen dorpshuis. Het sobere maar functionele gebouw, voor de inwoners van groot belang, ligt aan de Prins Johan Frisoplaats.
De Nederlands hervormde kerk aan de Kerkstraat is nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld. Het gebouw is een gotische pseudo-basiliek uit de 15e eeuw met een eveneens middeleeuwse toren. Deil is een van de grootste kernen van de gemeente met ruim 2000 inwoners. De naam is helaas voornamelijk bekend van de filemeldingen. Dat doet Deil beslist geen recht, want Deil kreeg niet voor niets in 1988 de titel Parel van Gelderland. Dat daarmee niets te veel is gezegd, blijkt onder andere uit de nostalgische huisjes die we in het centrum aantreffen. De huizen aan de Zeven Kastelenlaan liggen fraai gesitueerd aan het water. De veelal statige panden bieden een fantastisch uitzicht over de zonovergoten weilanden. Haaks op de Deilse dijk vinden we drie sfeervolle straatjes met de namen Dorpstoep, Kerkstoep en Pastoriestoep. Hier werpen we een aandachtige blik op de lage bebouwing van de Pastoriestoep. De huizen doen speels en authentiek aan en benadrukken zo het onaangetaste landelijke karakter van Deil. Aan de Molenweg vinden we stellingmolen De Vlinder uit 1913. Te midden van de weilanden valt de molen goed op en het zonlicht laat speels schaduwen dansen op zijn witte gevels. De volgende plaats op onze route is Enspijk. Ook Enspijk heeft een Nederlands hervormde kerk. De zijvleugels van het gebouw zijn strak wit met prachtige kozijnen, zodat de dominante toren met zijn puntige spits een extra bijzondere blikvanger wordt. Enspijk heeft een groot natuurbad dat de naam De Rotonde draagt. Tot het complex behoren ook een camping en een restaurant. De vrolijke sfeer en de diverse sportieve voorzieningen, zoals de tennisbanen, maken een verblijf hier dan ook erg aangenaam. Rumpt ligt uitgestrekt langs de Lingen. Ook hier ziet men prachtige huisjes, zoals het landelijke gelegen notarishuis. De bouwstijl en fraai begroeide gevels geven het een zeer liefelijk aanzien. De Dorpsdijk loopt langs de oevers van de Lingen. Men heeft hier een aanlokkelijk uitzicht over de rivier. Tevens vindt men er aanlegplaatsen voor kano's en jachten. De bouw van de huizen tegen de dijk aan is kenmerkend voor de streek. Beest is de volgende plaats die we bezoeken. Beest ligt in een kromming van de Lingen. Vooral zomers is het een drukte van belang aan de waterkant. De Lingen nodigt dan ook altijd uit tot een frisse duik of een kanotocht langs de akkers, weilanden en grienden, die het landschap zo afwisselend maken. De Rooms-Katholieke Kerk Heilige Kruisheffing aan de Voorstraat bezit een zilveren kruis met een reliquie uit 1793 en twee houten heiligenbeelden. De korenmolen aan de Molendijk draagt vier de naam De Vrijheid. Het is een 18e eeuwse grondzeiler. Belangrijke voorzieningen.